Welkom allemaal bij de goalshow van speelronde 7. Plus ook nog een inhaalwedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord. Spektakel gegarandeerd, Frank. Cambuur, dat is best wel goed presteert. Versloegen Vitesse 2 weken terug met Atakansu en Youngboy Nerfs. Ze spelen dus tegen Julien en Colin. Dit zijn beelden uit de eerste wedstrijd. En eigenlijk is dit het enige wapenfeit zo'n beetje. Het blijft 0-0 daar in een wat saaie pot. En dan moet Colin het maar weer waar gaan maken. Speelt tegen die aanvallend ingestelde Nerfs, Sven Coenot. Maar Colin net even te sterk. Dit is de 1-0 van Ronaldo. Dan komt Sven hier heel gevaarlijk in de 16 van Colin. Krijgt een strafschop. Bal op de stip. En dan mag Pelé die enorme kans gaan benutten. En dat doet hij ook. Cambuur dus weer naast Feyenoord. Feyenoord heeft de punten toch wel nodig. Ze lopen die wedstrijd achter op de rest. Maar hebben die puntjes nog wel even nodig. En Colin beseft dat. Pelé is het die de 2-1 tegen de touwen schiet. En dan beslist hij even later de wedstrijd hier. Gullit op Cruijff. Lange hoek open. 3-1. In de slotfase kan Colin zelfs nog uitlopen. Weer heel veel doelpunten. Ja, man. Van de man uit... wat was het ook? Ridderkerk. Ridderkerk, ja. Inderdaad. 4-2 wordt het nog. Maar dat is te laat, te weinig. Cambuur ten onder. En Feyenoord pakt dus 3 punten. Ja. Doen ze goed. Duidelijk verhaal. Ja, maar dat betekent dus wel dat ze nog dichter tegen al die andere clubs aankomen. We zagen 5 ploegen op 10 punten staan. Ja. Feyenoord komt nu op 11 en komt daarmee gewoon op een 5e plek tussen Vitesse en Twente in. Ja, dat is alleen nog maar interessanter voor die wedstrijd van vanavond tegen Vitesse. Ja, zal ik gelijk even overspringen naar Vitesse dan? Die moesten tegen Utrecht en dan weten we ook gelijk wat hun inhaalwedstrijd is geworden. Feyenoord dus +3. Gaan we even kijken of Feyenoord ook +3 komt. Die moesten dus tegen FC Utrecht en beginnen met een heerlijk potje. Gelijk de ervaren man Jay Daalhuizen moet tegen het talent Manuel Bacciore moet opnemen. Ja, en dan kan je toch kijken, kan de pupil dan uiteindelijk toch een beetje de jonge, ja, gretige man. Ik vind Van der Sar, dat zei ik ook al tijdens het commentaar op deze wedstrijd, bizar ver voor zijn goal staan. Ik weet niet hoe dat kan. Ik weet niet of hij probeerde uit te komen of wat dan ook. Maar Manuel maakt er gretig gebruik van. En het staat dus ook gelijk 1-0 voor Vitesse. Dan zien we Jay. Kan hij dan reageren? Jazeker. Met Pelé. Kort daarna staat het bij de 18e minuut al 1-1. Lekker potje, zou je zeggen. Dat is ook de ruststand. En hier gaat Manuel dan door. Kort combinatiewerk in de 16, waar onder andere Ronaldo Lima staat. En die jankt hem in de kruising, in de korte hoek. Goed gedaan. En daarbij nog meer Manuel Bocciore, die hier bij de prachtige schot van Pelé uit het niks timed. Groen getimed in de kruising. En de eindstand is hier dan ook 3-1. En dan gaan we kijken naar die andere wedstrijd. En dat is natuurlijk Levi de Weert, juist, precies, tegen Luca. En Levi kwam al vrij snel 1-0 voor. En hier dan ook 2-0. Lag op het gezicht, meer dan terecht. Staat het dus 5-1. Dan gaan we even kijken wat er dan gebeurt. Want dan wordt natuurlijk wel een antwoord gegeven worden door Luca. En dat is ook gebeurd. 2-1. En uiteindelijk de eindstand is dus 5-2 voor Vitesse. Klinkende zegen. Klinkende zegen. En dus staan ze gewoon op een 2e plek. Staan ze gewoon op de 2e plek. Ja. Easy snacks noemen we dat ook wel. En 1 puntje onder de koploper, PSV. Ja, PSV zien we later deze uitzending ook nog in actie. Die hebben al gespeeld vanmiddag. Gaan we zo zien. Maar nu eerst Willem II tegen jouw geliefde Sparta. Ja. Het is de onderste ploeg van de competitie, Willem II. Ja. Tegen de onderste ploeg van het linkerrijtje, Sparta. Ja. En ja, ik kan er wel een heel mooi verhaal gaan ophangen. Maar het is gewoon overduidelijk dat Chris van der Mark en Danny Hazebroek tekort komen. Ook in deze wedstrijd eigenlijk bijna geen kans gezien. Het was een, ja, een schijnvertoning van een wedstrijd eigenlijk. Arie met de enige kans van de wedstrijd. En die schiet heel goed binnen. Maar het was gewoon niet veel aan beide kanten. En in de tweede wedstrijd kan Thomas de Zeeuw al heel vroeg scoren. Was dat verpast dan? Ja, inderdaad. Kort wippertje. Het was een goede goal. Ja, goede goal, ja. En, zo. Reboundje. Mooie bal zeg. 3-0 overall. Maar voor beide jongens van Willem II geldt echt dat ze volgens nog weinig te zoeken hebben hier. Ja, ja. En Thomas maakt hier dankbaar gebruik. Dat is wel een beetje het verhaal, hè, Koen. Dat is wel een beetje de moraal van het verhaal van Willem II tot dusver. Ja, dat is die van mij. Absoluut. Groningen RKC is die van mij. Jazeker. Dan beginnen we met Toon Binet tegen vlugge Jaapie, Jaap van Alphen. En wat daarbij belangrijk is, is het volgende. Dat Toon... Oh, wacht. Zien we dit wel? Ah, nee, dat zien we niet. Oh, dat zien we na de wedstrijd. Wacht.
De wedstrijd moest 2 keer overgedaan worden, omdat er sprake was van vertraging in de verbinding. Oh. Dus nu, de derde pot, konden we herstarten. 2-0 voor Groningen. En uiteindelijk gaan we dus nu gewoon verder, maken we de wedstrijd af. En daarna kom ik nog op iets terug. Okay. In ieder geval, RKC scoort dus de 2-1. Baalt Toon er wel een beetje van. Maar uiteindelijk, Toon blijft gefocust, houdt zijn rust. En zorgt dus ook dat hij de 3-1 maakt hier met Ronaldo. Ja, was er te veel ruimte. Jaap nam het risico. Hij wilde gewoon scoren. Mag je bewonderen, maar uiteindelijk heb je dus ook het risico. Oh. Kijk, deze kans van Nick. Hij mist. Hij mist in de 72e minuut. Een wereldkans. Wat? En dan leeft Leroy nog. En ja, en dan krijg je Pelé. En die schiet hem in de korte hoek. 3-2. Oei, oei, dit meen dan je niet. Kan het nog. Dan kan het nog van RKC. En dan zie je hier Mbappé. Oh, korte hoek. En dan staat het 3-3. En dan denk Nick bij zichzelf, ik kan mezelf voor mijn bek schieten. Joh. Spektakel alom. En dat gaan we ook zien in de volgende wedstrijd. Nou ja, ja. Heracles tegen Go Ahead Eagles. Dat zijn twee ploegen uit Overijssel. Go Ahead Eagles uit Deventer. Ja, daar komen die mannen niet vandaan. Maar Bob van Uden zien we in actie tegen Tim Spaan. En Tim Spaan doet het ook hartstikke goed, maar niet in de E-divisie. Dit is een gigakans. En niet de enige voor Tim Spaan. Je ziet de frustratie. Hij tegen Bob, dat eindigt in 0-0. Kansen voor beide, maar het was niet veel. Dan dit moment. Go Ahead Eagles met Rick Dame. Rebound. Kijk naar Brian. Ja, hij trapt die hele E-room aan gort. Zo zei hij dat van plan was. En dat gebeurde volgens mij ook een beetje buiten beeld. Frustratie bij Heracles. En logisch ook, want ze stonden al op plek 16 met pas 3 puntjes. Hou je vast, Koen, want dit wordt een aardige. We beginnen de wedstrijd met Levi Frederik tegen Mark Groenland. En dit was toch wel in de meest top 5 doelpuntrijke, saaiste potjes die ik ooit heb gezien. Want dit was een goal van Mark Groenland vrij vroeg in de wedstrijd. En Levi uiteindelijk, dit doet hij dan uiteindelijk goed. Maar hij ging uiteindelijk naar de achterlijn, wat niemand dan verwachtte. En hier uiteindelijk maakte hij de goal. Maar dit is letterlijk het enige wat er gebeurde. Het was echt weer ouderwets ellendig. Maar dan hebben we een tweede wedstrijd. En Tim, die komt heel vroeg op voorsprong. Doet hij echt goed. En Dani, die is eigenlijk vanaf dat moment volledig dominant. En die maakt ook de 1-1. En die krijgt dan ook een hele grote kans nog op de 2-1. Schiet hij op de paal met haar nijn. En wonder boven wonder weet Tim Dani tegen te houden. En dus de punten te delen met Ajax. Deze 2 punten die ze morsen. Dat gaan we nu zien. Want PSV speelde ook tegen een laagvlieger. Nummer 15, Heerenveen. Maar die doen het de laatste weken goed, hè? Ja, die beginnen er een beetje in te komen. Oké. Ja, Ali Riza Aygün, die is hier in minuut 7. En zag je hem daar wegsteken zo? Niet. Ja, dit gebruikt Ali heel veel. Ik heb hem ook een berichtje gestuurd naar deze wedstrijd van zo. Wat gebruik jij dat op een dodelijke manier? Toen moest hij lachen. Hij zei ja, inderdaad. Het werkt eigenlijk best goed, hè? Het is niet normaal hoe hij het gebruikt. Je moet eigenlijk de wedstrijd even terugkijken als je het interessant vindt. Maar hij gebruikt het letterlijk een keer of 8. Het had daar een veel grotere uitslag kunnen zijn, maar uiteindelijk komt Dennis terug tot 2-1. En kijk dan even naar deze man, minuut 8. Eerste aanval, langlopende aanval en alles doet hij goed. Tigo van Splunteren, bam! 1-0. En dan is het dus ineens 2-2. En dan kijken we minuut 68, is hier weer Tigo van Splunteren. Heeft bijna niks weggegeven tegen deze Dennis Verhoeven, de gigant, de aanvalsgod. Komt hij hier lucky voor zijn voeten, maar was het verder niet eens zo onverdiend. Het was knap, hij was gefocust. En Dennis weet even niet wat hem overkomt. Dit zien we zelden. En de reeks van PSV komt tot een einde. 26 gewonnen wedstrijden. Of 26 wedstrijden niet verloren. Ja. AZ dat te laag staat. PEC misschien wel iets te hoog, zou je kunnen zeggen. Hoe dan ook, Stefano Pinna en Jason. Die hoopten er een spektakel van te maken, of niet? Nou ja, het werd het in elk geval niet. 0-0 eindigt die wedstrijd tussen de Belg en de man uit Noord-Holland. En ook in de tweede helft wordt er niet gescoord. Stefano had in totaal 7 schoten en Glashoen 0. Maar ja, uiteindelijk allebei 0 doelpunten. Ja. Daarmee gaan we naar de tweede wedstrijd. De tweede wedstrijd is dus gelukkig een stuk leuker dan de eerste wedstrijd. Je ziet Kees een beetje verbaasd kijken op zijn eerste doelpunt trouwens. Hij schrok er zelf een beetje van, maar het was een hele goede goal. En Kai zou hier ook een hele goede wedstrijd neerzetten. Maar Dani Visser is iemand om rekening mee te houden. Dani Visser is ontzettend goed dit seizoen. Zit ook bij UI Oranje. Heeft prachtige prestaties geleverd. En is zeker een man om rekening mee te houden. En dat zou je ook in deze wedstrijd zien. Maar Kai Slobben laat zich niet zomaar uit het veld slaan. En komt hier dus op 2 in voorsprong. Maar daar is Dani. En met keeper movement van Kai wordt het hem niet heel
moeilijk gemaakt. En kan hij de 2-2 binnenschieten. En uiteindelijk ook Dani Visser met de 3-2. Na twee keer achter te hebben gestaan. Is dat uiteindelijk de goal van Cruijff. Die hier de 3-2 maken in de 86e minuut. Legend verrot. Hartstikke blij. En uiteindelijk de 3 punten. Die gaan dus naar AZ. En hier zien we nog een kansje van Cruijff. En die zal er uiteindelijk dus ook ingaan. 4-2. NEC en Twente, dat was het. Ja. NEC en Twente inderdaad, de nummers 5 en 6 van de competitie. Allebei wat gebrek aan zelfvertrouwen, in elk geval bij Brent Wierink en Joas Drost. Maar die Brent die gaat daar korte metten mee maken vandaag. Want Brent in minuut 4 met deze actie. Cruijff, Pelé, boom, kruising, 1-0. Vijfde minuut. Ja, verbeterd blik. Bij Brent, en die is er nog niet klaar mee hoor. Die denkt niet van nou, ik heb er een doelpuntje in liggen. Ik vind het wel mooi geweest voor vandaag. Die gaat net zo hard weer door. 2-0, heel vroeg in de wedstrijd. Kan Joas dan iets terug doen? Ja, dat kan hij. De man uit Druten. Goede paas dit. En dan groen getimed, waardoor Schmeichel er toch niet aankomt. 2-1 en NEC terug in de wedstrijd. NEC dat met Demian Sitaram de koploper van de individuele ranking voor deze speelronde in huis heeft. Maar ja, die gaat het lastig krijgen, want Twente die blijven maar komen, die mannen van Twente, in de eerste wedstrijd. 3-1 voor Brent Wierink. En kijk, is nog steeds in de eerste helft. Pelé ongrijpbaar. 4-1 voor de Tukkers. En in de tweede helft van deze eerste wedstrijd loopt Brent dan nog uit. En hij, kijk eens even, 5 doelpunten erbij. Werkt aan zijn zelfvertrouwen. En staat dan ineens weer bij de topscorers van de ranglijst. Ja, en dan gaan we naar de tweede wedstrijd. En dat, dat is eigenlijk een wedstrijd voor de statistieken. Want het wordt ontzettend lastig voor Demian Sitaram, ondanks dat hij koploper is van de individuele ranking, om hier nog verandering in te brengen. Maar hij scoort uiteindelijk wel. 1-1. Ik dacht, die gaat uiteindelijk ook nog wel winnen. Maar uiteindelijk wordt dat dus ook wel aardig lastig. Omdat Milan Loper helemaal geen gekke speler is. Die zit ook gewoon in de bovenste regionen van de competitie. En Twente is ook gewoon een top 4 ploeg. Dus dat is helemaal niet zo gek dat Damien daar moeite mee heeft. Maar uiteindelijk in de allerlaatste seconde, het is wel eigenlijk over tijd, wordt het toch nog een gelijkspel. En gaat Twente dus gewoon keihard met de punten ervandoor. En het is ontzettend belangrijk voor die top 4. En dan de allerlaatste highlight. De samenvatting van Vitesse tegen Feyenoord. Die inhaalwedstrijd met Manuel Bacciore in de eerste wedstrijd namens Vitesse. Tegen deze Colin Dekkers van Feyenoord. Dus een lekkere pirouette van Pelé. Die haalt de achterlijn. En dan terugtrekken. Doelpunt. Heel vroeg in de wedstrijd. Belangrijke goal van de man in vorm. Colinho. En Feyenoord leidt dus in deze 6-puntenwedstrijd. 2 concurrenten voor bovenin. Maar kijk eens hoe snel Manuel met een onmogelijke goal terugkomt in de wedstrijd. Al heel snel dus 1-1. Maar Colin is dus op dreef met die 4-3-2-1-formatie. En Pelé ramt Feyenoord naar een nieuwe voorsprong. Dan vervolgens Cruijff vlak voor rust. 3-1 de voorsprong voor de Rotterdammers. En Colin wint dus van Manuel. Ja, maar dan moet Julian van den Berg een voorsprong vasthouden tegen Levi de Weert, het wonderkind. De man die wereldkampioen is geworden. De man die eigenlijk alles wat onmogelijk was, toch al heeft gedaan op zijn zo jonge leeftijd. En begint dus de wedstrijd goed door met Mbappé te scoren. En staat het dan alweer 3-2. En hier, kijk deze goal. Groen timen van Messi. En dan staat het alweer 3-3 over 2 wedstrijden. En dan Julian met de allerlaatste. Oh nee, sorry. Er was nog een kans voor Julian. Maar de allerlaatste kans van de wedstrijd voor Feyenoord wilde ik zeggen. Maar uiteindelijk is het toch Vitesse met de goal er vandoor gaat. Ja, en kijk dan de ontlading ook bij Levi. Fantastisch. Goeie goal. En Vitesse meer dan terecht. Wint dus deze kraker. En is de nieuwe koploper van de KPNI-divisie. Ja, daar zeg je wat. Laten we even kijken naar alle uitslagen van deze 7e speelronde. Daar zit die inhaalwedstrijd dus niet bij. Maar Feyenoord won vanmiddag wel. Net als Vitesse. Ook Sparta won van lantaarndrager Willem II. De nummer 2 Groningen verliest punten. Maar vooral PSV, de koploper, gaat onderuit tegen Heerenveen. En dus is die reeks van 26 ongeslagen wedstrijden voorbij. Dit is de nieuwe stand. Vitesse is de nieuwe koploper. En Willem II blijft stijf onderaan. Topscorers dan. Colin is niet alleen de beste individuele speler van de competitie, maar ook de topscorer nu. Dankjewel voor het kijken allemaal. Dat was het programma nog, maar dat maakt niet uit. Speelronde 8 belooft spektakel te bieden. Frank, dankjewel. Tot ziens.